Goedendag Leu, mooi dat je kijkt. Morgen is zoiets. De eerste staande vergadering in de Saxies. We gaan plat praten, plat kuien. Maar ik ben benieuwd of onze GS er ook klaar voor is. En daarom ga ik er hem achterin kijken bij onze collega's. In Riesen, Gert Harm te Wolsje. Hey Roy, wat doe je hier toch? Hey, Riesen komt. Gert Harm, mooi dat ik mooi weer fysiek zie. Maar ben je klaar voor? Klaar voor? Hoe ben ik klaar voor ben eigenlijk? Klaar voor? We gaan morgen vergaderen in de Saxies. Oh, je bedoelt, dat doen we in het Riesens? Nee Gert Harm, gewoon in het Overiesels. Want alle leuke middels kunnen verstaan. Ja, maar ik ga gewoon in mijn moedersproken door in het Riesens. Dan weet ik dat iedereen een oude Riesel niet kan verstaan. Dat is echt geen probleem. Dat is het beste oude Riesels waar we kunnen bedenken, het Riesens. Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat woensdag goed pakt. Ja, als iedereen zijn eigen taal geeft praten. Ik denk dat we een groot soortje van krijgen. Oh, ik denk dat het best wel nog wel lukt. We verstaan elkaar dan best wel. Ja, ik snap wel ook wel. Een collega bij het Boermaat, de kamps moet gaan doen. Ah, dat wordt wel een heel vreemd verhaal waar je dan gaat krijgen. Ja. Maar, we gaan het gewoon proberen. Ja, je hebt gelijk gedaan, we gaan het proberen. Maar ik ga wel naar bed om te kijken of dat goed komt. Ja, dan ga en goed gaan. Ik ben benieuwd. Goed gaan, Roy. Of ik voorbereid ben? Wat dacht hij dan? Het is de vraag of die andere voorbereid ben als ik heb zien campus losga. Ik vraag me wel of dat campus dialect wat binnen de secties past. Maar wat een taal is dat? Ik denk dat we nog leuk bij moeten halen wie dat vertalen moet. Foi man, dat zal toch wel meevallen. Het typeert in ieder geval hoe mooi onze gave provincie Overijssel is. Overijssel? Overijssel natuurlijk. Tuurlijk Overijssel. Man, dat wordt nog wat woensdag.